ja, hoe heb jij dat gezien en beleefd? Ja, ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben, ja. Ja, dat is de algehele mening. Dat krijg je van meerdere mensen terug. Hebben jullie het gezien? Ik heb het gezien, ja. Oké, nou, dan hoef ik toch niks meer te zeggen. Ja, maar toch, ik geloof bij de collega's, de meningen waren verdeeld. Heb je het aan Jules de Korte gevraagd? Als ik hem zie, zal ik het doen. Nee, maar even serieus. Heb je echt de beelden gezien of niet? Ja. Zag je dat hij hem op zijn linkervoet raakte en dat Zeker. Hij dubbel klapte? Zeker. Dan is het toch geen discussie mogelijk? Hoezo zijn er collega's die daar anders over denken? Hè? Jij denkt er anders over, Wim? Aan de achterkant zie je het goed en de voorkant is het anders. Nee, maar wacht even. Dat je het van de achterkant niet goed ziet, maar van de voorkant zie je het wel. Dan is het toch nog steeds een strafschop? En dat hij misschien de bal meenam? Ja, jongens, kom op. Menen jullie dit serieus nu of niet? Ik wil best met jullie daarover in discussie, maar die ga je niet winnen. Nee. Dus doe het dan niet. Jij bent er echt van overtuigd, 100% van. Ach, kom op. Ja. Het is toch niet eens... Hou eens op, zeg. Is het dan daarmee ook een sleutelmoment in de wedstrijd? En wat denk je? Want hij had al geel. Ja, precies. En dit is dus een gele kaart. Ja. En dus een strafschop. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat de wedstrijd er anders uitziet. Ja. Dus die was die cruciaal. Voelde je die irritatie ook gewoon bij je spelers? En zat het de wedstrijd in de weg? Nou, de wedstrijd in de weg. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Maar dat de irritatie bij mijn spelers was, dat is logisch. En met name bij Noah. Want die voelt natuurlijk dat hij die schop op zijn voet krijgt. Mm-hmm. En je ziet het ook als je die jongen ziet vallen. Hij valt op zijn hoofd. Nou ja, als jij een swalbe maakt, dan zorg je altijd wel als je valt dat je jezelf opvangt. Maar hier zag je gewoon dat hij dat natuurlijk niet van plan was. Dus nou ja, goed. Maar deze, hier hoeven we niet lang over te praten wat mij betreft, hoor.